Vanuit de sfeervolle Bavaria Bar bij Hotel van der Valk heet ik u welkom bij Tiel aan tafel. We hebben leuke gasten, Ans Dukesnooy en Francis Nijhoff. En daarnaast komen mijn kritische vrienden Berry van Buren en Adrie Meijer mij zometeen assisteren. Welkom. Aan tafel is aangeschoven Ans Dukesnooy, gemeenteraadslid van de gemeente Tiel. Ans, welkom. Dankjewel. Wij gaan het hebben over het themajaar van vorig jaar, senioren. Er is een enorm feest georganiseerd voor de ouderen en dat gaat weer geprolongeerd worden. Het gaat weer gebeuren. Jij bedoelt het culturele seniorenfestival. Ja, dat was inderdaad een van de hoogtepunten, vond ik ook. Het is georganiseerd in de Agnietenhof. Het is een bijna een dag. Mede door sponsoring van het Oudburger Man en Vrouw is dit mogelijk geworden. Want wat wilden we? We wilden eigenlijk echt een ontmoetingsdag voor ouderen. En dan, als het kan, in onze mooie nieuwe Agnietenhof. Hè, die was net open. Ja. En het was een heel mooi programma. Het was heel snel uitverkocht. Er waren mensen op de wachtlijst. Dus het is geprologeerd naar dit jaar. En wat denk je? Weer binnen 2 of 3 dagen uitverkocht. Oh, echt? Ja. Dus... Het zit gewoon vol. Het zit vol en de directeur van de Schouwburg, Ruud van Zuilen, die heeft het initiatief genomen om het zelfs een tweede keer te organiseren. Dus het is nu zowel op 29 oktober als op 12 november 2 keer volle bak. 2 keer volle bak. Ja. En wat gaat die dag brengen? Wat kunnen de mensen daar mee gaan maken? Nou, zover als ik weet word je ontvangen met een kopje koffie of thee. Dus heel gezellig. Dan is er een optreden van de Frommerman, heet het. Dat zijn 5 heren die zingen. En die schijnen een hele mooie show te geven. Het is, dacht ik, a cappella. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik dacht het wel. Daarna is er voor alle mensen die daar zijn een hele heerlijke high tea. En vervolgens is er nog een film. En die film weten we alleen de titel nog niet van. Dat is nog een verrassing. Dat is nog een verrassing. Ja. Dat moet nog bekendgemaakt worden. Dat moet nog bekendgemaakt worden. En dat wordt door de Agnietenhof uitgezocht. En dat is, vorig jaar was het The Old Lady. Of My Old Lady, sorry. Het was een geweldige film. Dus ik neem aan dat er weer zo'n hele mooie film komt. Ja, nou dat komt vast goed. Maar vorig jaar heeft dat themajaar natuurlijk veel meer onderdelen gehad. Ja, heel veel. Kun jij er nog kort iets over vertellen? Nou, er is onder andere de zomerschool georganiseerd. Dat was voor het eerst. Er zijn wel projecten geweest die daarop leken. Maar nu was er echt een zomerschool met verschillende cursussen. Onder andere, hoe ga ik om met de OV-chipkaart? Ik kan me nog herinneren dat daar, meen ik, 20 of 24 mensen aan mee konden doen. En het zijn er meer dan 75 geworden. Dus in plaats van 1 keer is dat 3 keer georganiseerd. Of 5 keer zelfs. Een rijvaardigheidstraining. Omgaan met je iPad, dat soort zaken werden georganiseerd. Al die cursussen hebben altijd vol gezeten. Ja, dus er was heel veel belangstelling voor. Dus ook dat hebben we dit jaar weer uit kunnen rollen. Ook dit jaar zat alles weer vol. En ik weet nu al dat het volgend jaar geprologeerd wordt. Dus dit zijn echt beide dingen die op de kaart staan en blijven. En dat is ook de bedoeling van het jaarthema. Ja, maar wat goed dat dat inderdaad zo'n draagvlak dan ook krijgt. Ja, wat een goede keuze is dat geweest. Ja, gelukkig wel, ja. Het blijft dus. Ja, de bedoeling van een jaarthema bij de Raad is ook dat je dus iets voor de stad organiseert en iets met de stad doet. Nu is dat wijk en buurt. Maar vorig jaar was het dan het jaarthema senioren. En de bedoeling is dat je dan dingen organiseert waarvan je hoopt dat je als vliegwiel dat kunt uitrollen als een vliegwiel. En dat gebeurt ook. We hebben bijvoorbeeld ook bij de hockeyclub is er een Bewegen met Plezier, heet dat. Elke donderdag gaan een aantal senioren, gaan er met z'n allen op een hele gezellige manier met een kopje koffie en een broodje bewegen. En ook dat loopt heel goed. Dus dat blijft ook gaan. En ik weet wel dat ze nog wat mensen kunnen gebruiken. Dus wat dat betreft is dat denk ik een oproep. Van als je dat leuk vindt, ga eens bij die Kromhouters kijken. En zo is er ook nog iets met een wandelclub die wat doet. En er zijn allerlei initiatieven geweest. En ja, het blijkt gewoon dat het succesvol is. Ja. De Raad is ook heel blij mee. Ja, snap ik. En al die ouderen dus ook. Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, er is behoefte aan, dat blijkt. En zeker als je kijkt naar zo'n zomerschool. In de zomer zijn mensen die wat ouder zijn, hun kinderen gaan vaak met vakantie en sommigen zijn alleen. En als je dan 1 keer in de week of zo toch iets, zo'n activiteit hebt. Ja.
En daar weer mensen ontmoet waar je dan misschien weer later nog eens op een andere manier contact mee hebt. Dat is natuurlijk heel goed. Ja, dat is absoluut heel goed. We gaan een heel ander onderwerpje aansnijden. Ja. Het mantelzorgcompliment. Ja. Dat is, misschien moet jij even uitleggen wat dat is, wat dat tot nu toe altijd heeft betekend. Ja. Het mantelzorgcompliment is een vorm van waardering voor mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die voor een familielid of iemand in zijn omgeving zorgt als iemand een zorgvraag heeft. Dus chronisch zieke, gehandicapte mensen, mensen die echt zorg nodig hebben. En een mantelzorger is dan iemand, en ik denk dat iedereen eigenlijk wel iemand kent die dat doet, die heel veel tijd insteekt om die meneer of mevrouw, of kinderen kunnen het natuurlijk ook zijn, die hun helpt. En nu was het tot 1 januari van dit jaar zo dat het Rijk daar een potje voor had. En dan konden de mensen die dus die hulp kregen, konden aanvragen. Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe dat moest doen. Een persoon voordragen van die mevrouw of meneer helpt mij zo ontzettend goed. Die mag een compliment hebben. En dat compliment was in die tijd een bedrag. Ja. Nu is dat vanwege alle veranderingen in de sociale voorzieningen, is dat potje, want we hebben wel geld gekregen van het Rijk, is naar de gemeente toegekomen. Gemeente Tiel is daar ook mee bezig. En nu gaat de gemeente Tiel dit uitreiken, noem het maar. Hè. Dus op de een of andere manier wordt er nu gekeken van, waar hebben mensen nu behoefte aan? Wat zouden mensen als een compliment of als een waardering nu willen zien? Hoe kunnen wij mantelzorgers helpen? Ja, en waar worden ze blij van? Waar word je een keer blij van? Want als je iemand altijd zo helpt, kan het ook zijn dat je zelf ook wel eens denkt, een keer. En dan is het ook wel eens leuk dat er iets is waar toch een beetje waardering uit blijft. Ja, en hoe komen jullie erachter nou waar die behoefte ligt bij de mantelzorgers? Wat er nu op dit ogenblik speelt, is dat de gemeente een enquête heeft doen uitgaan aan mensen waarvan bekend is dat zij nu mantelzorg verlenen. Die namen zijn natuurlijk bekend, hè, omdat ze in het verleden dat compliment kregen. En misschien, ik weet niet precies hoe dat zit, maar hebben ook anderen die zorg verlenen dat ook gekregen. En er is een enquête waarin eigenlijk gevraagd wordt naar de behoeften van de mantelzorgers. En wat zou u nou willen? Wat kunnen we voor u betekenen? En daaruit wil men eens gaan ventileren wat nu eigenlijk leuk zou zijn of fijn zou zijn, of waar we die mensen mee zouden kunnen helpen en wat mensen eigenlijk zelf willen. Ja, maar dat zou dus eigenlijk weer een geldbedrag kunnen zijn. Zou kunnen. Maar ook een dagje uit. Of een bon voor iets leuks. Of misschien is het wel zo, dat heb ik ook gehoord, dat zou kunnen gebeuren. Is niet een Tielspeelde dat, maar dat hoorde ik toevallig van een andere gemeente. Dat mensen ook wel fijn zouden vinden, omdat zij het zelf zo druk hebben, dat hun huis eens een keer een extra poetsbeurt kreeg. Ja. Nou, zoiets. Nou, daar kan ik me inderdaad best iets bij voorstellen. Ja. Ja, dus dat je dan een budget krijgt of dat er iemand is die dat weer voor jou doet. Ja. Dat soort dingen moet je aan denken. Zou je aan kunnen denken. Ja, goed. Ja, prachtig initiatief natuurlijk. Want mantelzorgers zijn natuurlijk wel hele belangrijke mensen in deze maatschappij. Mantelzorgers zijn heel belangrijk. En ik denk dat mantelzorgers steeds belangrijker worden. En die zijn ook echt noodzakelijk. En daarom is het ook goed als je die mensen ook eens een keer in het zonnetje zet. Ja, duidelijk. Ja. Duidelijk. Dank je wel voor je informatie. Graag gedaan. Bij mij aan tafel is aangeschoven Francis Nijhoff en hij is jongerenwerker bij Mozaïek Welzijn. Francis, welkom. Dank je wel. Binnenkort komt er een bijzondere activiteit en dat heet Jazzmatess. Dat klopt. En daar weet jij alles van? Daar weet ik alles van. Ja, vertel wat dat inhoudt. Jazzmatess wordt georganiseerd door Mozaïek. Het gaat plaatsvinden op 14 november in Tiel. Dat hebben we georganiseerd in samenwerking met de 22 in Tiel. Het is eigenlijk onderdeel van Jazzy Tiel zelf. Jazzy Tiel gericht op jazz vooral. En we proberen in die week eigenlijk een nieuwe doelgroep te bereiken. En dat zijn vooral de jongeren. Als jongerenwerker hebben wij vooral gericht op jongeren tussen de 12 en 23 jaar. En vandaar ook de jongeren op Jazzy Tiel. Ja, dus het is de bedoeling dat die jongeren tussen de 12 en 23 naar de 20 toe gaan. Ja, dat klopt. En wat gebeurt daar dan? Want jullie richten je vooral op jongeren. Ja, en vooral jongeren die passie hebben voor hip-hop. Hip-hop? Ja. En samen met 22 hebben we dan ook gezocht naar echte hip-hop artiesten binnen de Nederlandse grens eigenlijk.
Fresco is eruit gekomen als main act en de Cool Quest. En dat zijn toch flinke toppertjes. Namen binnen Tiel, inderdaad. Ja, ja goed. Dit is hartstikke spannend wat er gaat gebeuren, want jullie doen dat natuurlijk voor het eerst. Inderdaad, ja. Maar Mozaïek is natuurlijk een veel bredere organisatie. Jij houdt je met name bezig met jongerenwerk. Inderdaad. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Als jongerenwerker zijn we vooral actief met jongeren. Het zegt het zelf ook al, het jongerenwerk. We proberen ons te richten op jongeren. Tussen 12 en 23 nogmaals. Vooral jongeren die een hulpvraag hebben binnen de gemeente. Dus dat kan verschillende hulpvragen zijn die we dan kunnen helpen. En hoe komt zo'n jongere die een hulpvraag heeft dan uiteindelijk bij jou of een collega van jou terecht? Nou, als jongerenwerker staan we bekend vooral vanwege ons ambulante werk. Dat we vooral op de straten zelf actief zijn. Dus we bezoeken jongeren eigenlijk in hun eigen leefgebieden. Dat zijn op straat, sportverenigingen. Op scholen. Zo leren we echt de ins en outs van de jongeren kennen. En op onze laagdrempelige manier van werken trekken we de jongeren naar ons toe. En dan kunnen we verschillende diensten aanbieden, zoals een individuele coaching die we jongeren kunnen bieden. Kosteloos, laagdrempelig. Waarin we jongeren helpen met verschillende hulpvragen, zowel op zoek naar werk als het ondersteunen naar school, problemen thuis. En dan, daar kunnen ze eigenlijk in ondersteunen. Ja, en dat verloopt ook allemaal goed? Ja, momenteel verloopt het heel goed. We hebben, ik denk, een stuk of 15 jongeren momenteel nu binnengehaald. Die actief zijn. En we hopen op alleen maar meer. En die ruimte en faciliteiten, die hebben jullie ook? We hebben een eigen kantoorpand op de Hertog Kaartlaan in Tiel. En daar hebben we verschillende ruimtes waarin we de jongeren ook kunnen ontmoeten. Ja, ja. Want Mozaïek heeft natuurlijk veel meer disciplines, hè? Kun je daar iets over vertellen? Vooral we hebben de ouderenzorg, we hebben het vrijwilligerssteunpunt, het jongerenwerk. We zijn eigenlijk voor alle doelgroepen binnen Tiel kunnen we actief zijn. En dat is van 0 tot 100 jaar. En is er veel veranderd met de nieuwe regelgeving voor jullie? Er is inderdaad heel veel veranderd. Ja. Ook met betrekking tot het aanvragen van verschillende subsidies en gelden vanuit het Rijk. Het heeft een hele nieuwe manier van werken natuurlijk. Veroorzaakt inderdaad. En we zitten nu midden in die transitie, transformatie. Het is heel lastig, maar we proberen onze weg te vinden. Ja, het is nu bijna een maand of 9, 10. Is het de nieuwe manier van werken? Inderdaad. Ja. En dat verloopt goed? Momenteel verloopt het heel goed. En ik denk dat we hard aan het timmeren zijn aan onze nieuwe wegen binnen Tiel. Dan vooral voor mezelf met het jongerenwerk. En we kunnen al zoveel verschillende activiteiten aanbieden aan jongeren zelf om ze te ondersteunen. Ja, en is dat veranderd ten opzichte van vroeger? Ik denk dat we nu veel breder kunnen oriënteren en veel breder kunnen aanbieden. Dus zowel afgelopen jaren hebben we tijdens de Ramadan een nachttoernooi kunnen organiseren. Dat midden in de nacht plaatsvindt, vooral op de allochtone jongeren. Het was een topsucces en dat zal volgend jaar ook weer gaan plaatsvinden. Dus dat zijn allemaal wel nieuwe dingen die we organiseren binnen Tiel. Ja, kun je nog iets bedenken? Want dit vind ik inderdaad wel heel mooi. Heel bijzonder. Vooral ook de wekelijkse sportactiviteiten in samenwerking met Sportfriends zelf. Zaalvoetbalactiviteiten die we aanbieden voor jongeren. Nieuwe projecten met scholen, met het ROC. Entry Onderwijs hebben we een community program. In samenwerking met de Cruijff Foundation ook. En op de Cruijff Court bieden we verschillende activiteiten aan. Dus, ja, geweldig. Heel veel nieuwe dingen. Ja. Nou, de eerste activiteit, althans voor zover ik weet, want ik ken jullie agenda niet. Is jazz, Mathijs. Dat klopt. Iedere jongere die van hip-hop houdt, is welkom. Is zeker welkom. Ja. Wanneer was het ook weer? 14 november. 14 november. 22 in Tiel. Mijn kritische vrienden zitten naast mij, Adrie Meijer en Ber van Buren. En jullie hebben nagedacht over de vluchtelingenproblematiek. Er wordt natuurlijk ontzettend veel aandacht aan besteed. En Ber, wat is jouw gevoel daarbij? Ja, ik trek er gelijk mijn serieuze gezicht bij. Want het is natuurlijk inderdaad een geweldige problematiek. En ik ben eigenlijk te dom om dit op te kunnen lossen. Of eigenlijk, dat ben ik gewoon. Maar ik krijg het angstige vermoeden dat er helemaal niemand hier in Nederland rondloopt. En ook verder buiten. Die het wel op zou kunnen lossen. Ik denk het niet. En waarom denk je dat? Het is een complex verhaal. Het is iets waar we mee opgezadeld worden.
waar niemand, maar dan ook helemaal niemand, de uitkomst van kan doorgronden, zeg maar. En ik ben heel erg bang dat het tot geweldige escalaties gaat leiden hier in Nederland. En misschien ook wel in Tiel. Waarom? Nou ja, kijk, de mensen die worden natuurlijk uit een land gejaagd wat zijn weerga niet kent. Het is nog niet eens te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, maar dit is vele malen erger. Als het gaat over de bewapening wat op die mensen losgelaten wordt. Noem het allemaal maar op, de IS, die daar ook een hele kwalijke rol in speelt. En de IS is ook een organisatie, of tenminste, als je het zo kan noemen, waar ik nog niet zo snel een einde aan gemaakt zie worden. En nee, ik heb daar geen goed gevoel over. Geen pasklare oplossing, nee, zeker geen, niet voor. Adrie, hoe sta jij erin? Nou, die pasklare oplossing die is er sowieso niet, want dan hadden ze die al lang gevonden. Ik vind het eigenlijk al een belachelijk iets dat een dictator, Assad, zijn eigen mensen het land uitjaagt. Want dat is het begin van IS geweest. En als je dan denkt van die vluchtelingenstroom, die zal wel een keer ophouden. Maar dat wordt alleen maar erger. Ik heb nou weer het hele verhaal gelezen van, of gezien van Kunduz. En die stad wordt helemaal plat gebombardeerd. Terwijl de Nederlanders daar enorm goed werk gedaan hebben, de Nederlandse militairen. Maar reken erop dat ook die vluchtelingen die daar verjaagd worden, deze kant op komen. Dus het probleem zal alleen maar groter worden met nog meer nationaliteiten. En dan denk ik van, er wordt dan gepraat over opvang in het land zelf. Maar dat is natuurlijk een onzinnig iets. Want dat land, die landen zijn niet veilig. Maar hoe kun je daar dan een opvang organiseren? Mag ik even inbreuk plegen op... het zijn niet alleen landen waar we mee te maken hebben die alle kanten opgejaagd worden. Maar het gaat in hoofdzaak over de religie, hè? Die niet van ons is. Wij hebben daar weinig of geen kijk op hoe die mensen leven en hoe die mensen denken, wat die mensen doen. Die worden hier neergezet en dan wordt de problematiek alleen maar erger, omdat die mensen ook niet weten hoe ze zich hier moeten gedragen. Er zijn, en dan vergeet ik er nog bij te vertellen, dat het is niet alleen de religie, maar het is natuurlijk ook, er zijn de verschillende groeperingen. Je hebt te maken met Soenieten, Shiiten, noem het maar op. En christenen, islamieten, die allemaal recht tegenover elkaar gestaan. En als het helemaal verkeerd loopt, dan gaan ze elkaar ook bevechten. En ik hoop niet dat dat hier in Nederland zal gaan gebeuren. Alhoewel er al andere... Ik wil zeggen, die garantie heb je al dat gebeurt. Andere berichten zijn er al, hè? Ja. Dus ze willen nu alweer gescheiden opvang maken voor christenen en voor moslims. Ja, dat wordt ook natuurlijk... Maar oorlog is al zolang als de wereld bestaat de oorzaak van geloof. Ja. De Nederlanders en de Belgen, de Engelsen, noem ze allemaal maar op, die gingen naar Israël toe toen de tijd. Ja, weet ik. In de kruistochten. Nou, en toen was eigenlijk hetzelfde verhaal aan de hand als wat nu aan de hand is. Nou, het lijkt op een soort gelijke een evolutie, hè, die er aan de gang is. Een herhaling. Een herhaling van iets wat al een keer geweest is. Ja. En ik ben bang. Kijk, ik ben heel vaak in Spanje geweest. En ook in de Zuid-Amerikaanse landen en zo. Daar werd nooit anders gedaan als gevochten. Onder leiding van de Moren, onder andere in Spanje. Die daar trouwens heel erg goed werk gedaan hebben, dat moet ik er ook bij zeggen. Want die hebben daar geweldige bouwwerken neergezet. Ja. De hele structuur aangepast van het land. En er wordt nu nog dankbaar gebruik van gemaakt. Maar dat was toen. Maar wat er nu aan de hand is, is ook nog eens een keer zo. Dat de mensen, de hele mensheid is aan het veranderen.
mensen zijn niet aardig meer voor elkaar. Mensen die... het is allemaal ik en de rest kan stikken, zeg maar. Ja, ben ik helemaal met je eens. En dat dreint maar door. Dat dreint maar door. Er is, je ziet bij de jeugd amper opvoeding. Dat komt ook alweer omdat de scholen meenden een heel veel pakketten af te lossen en er niks voor in de plaats te brengen. Je hoort tegenwoordig hoor je meiden van die net van de MAVO afkomen, ik noem maar wat. Die weten niet eens wat de hoofdstad van Nederland is. Nee. Dat is toch een ongelooflijk gemis, hè? En nu zitten we te praten over heel andere dingen, dat snap ik ook wel. Maar het een heeft met het ander dat is meer de oorzaak. Te maken. Ja, dat is ja, meer de ja, oorzaak. Ja, goed. Nee, mannen, het is allemaal heel lastig, dat is duidelijk. Maar zeker stof tot nadenken. Zeker. Absoluut. Ja, maar dat is juist het grootste probleem. Er wordt volgens mij te veel nagedacht. Ja, maar goed, dus daar wordt natuurlijk niemand dommer van. Nou, dat is de vraag nog maar, want als je nadenkt, dan zou je tot een oplossing moeten komen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar wij gaan er denk ik nu niet uitkomen. Nee, daar komen wij. Dat gaat niet. Als de politiek er niet eens uitkomt, hoe moeten wij er dan uitkomen? Ja, nou goed, een beetje meedenken is natuurlijk helemaal niks meer. Je hebt niks te vertellen. Als ik zie dat een Geert Wilders momenteel 29 zetels krijgt in de Kamer, als er nu verkiezingen zouden zijn, dan is die net zo groot als de PvdA en de VVD samen. Ja, maar dat is volkomen begrijpelijk natuurlijk. Ja, nogal licht, omdat er zulke rare beslissingen worden genomen. Ja. Nou ja, er blijft voor de gewone mens, de niet gestudeerde mens, blijft niks over. Goed. Ja, alleen de PVV. Ja, precies. Mannen, mag ik jullie hartelijk danken. En we gaan er toch over nadenken, hoor, over wat jullie gezegd hebben. Absoluut. Goed. Dit was Tiel aan tafel en graag tot de volgende keer.